Je ziet hoe de evolutie eigenlijk op allerlei terreinen meerdere malen tot een oplossing komt van het probleem, maar vaak op een iets andere manier. He, het, zeg maar, het, het oog, dus een lichtgevoelig instrument, dat is op meerdere malen is dat tot stand gekomen, maar het zit, een oog van een vlieg zit anders in elkaar dan onze ogen in elkaar zitten. En ik weet niet precies hoe het met de ogen van zeedieren zit, bijvoorbeeld van, van inktvissen. Nou ja, allemaal dingen waar je fantastische programma's over zou kunnen maken. En dan raak je hartstikke leuk in gesprek. En dan ja, een stukje over en daarna. Nou, dat vind ik dan wel ontzettend jammer, ja. Met Verlossen, kunt u mij horen? altijd dichtelijke vrijheid en wat ik zeg Ik schrijf nooit wat op. Nee, maar dat is niet dat ik. Ik heb richt. ook nooit in mijn leven autoq gebruikt. Nooit. Okay. Een van de raadsels van de televisiewereld is de autocue. Dat mensen zelfs de simpelste mededelingen van de autocue lezen, dat je denkt: zouden ze debiel zijn? <laughs> ik weet dat toen ik helemaal lang, lang geleden en dat je, dat je stomme verwondering ontdekt dat ook met die lui van die mensen die talkshows. Ja, je zou zeggen, talk is talk. Nou, het zijn reading shows in allerlei opzichten, want het zijn lezen van de auto Maar Philip heeft toch ook een autocue? Jazeker, Ja, zeker, Philip. Maar dat, in het geval van Philip kan ik daar nog wel begrip voor opbrengen. Om de eenvoudige reden dat hij die, dat spel moet gespeeld worden. En hij kan dat hele, de regie van het spel, die moet hij wel een beetje aangereikt krijgen. Maar, maar vaak dat je, oh, ja. Waarom zei je dat niet gewoon zonder auto queue? Nou, bij Journal lijkt het me ook wel handig dat je een auto -cue ja. hebt. Ja, al heb ik zelf. De Duitsers hebben heel lang bij het journaal geen autocue gebruikt, maar de tekst die op de bureau lag. Dat zie ik eigenlijk liever dan autoq. cue Auto heeft iets geks, omdat het is niet vaak hangen ze te hoog en dan maakt het een onnatuurlijke indruk. Uh, ik ben sowieso geen liefhebber van de autocue. Wij zit nu eigenlijk voor de lens, hè? Tegenwoordig. Dus je kijkt gewoon in de camera. Ja, je kijkt in de camera, zeker. Ja. Maar het is wel belangrijk dat degene die, die, die moet, die tekst, die moet door een mevrouw, althans het is meestal een mevrouw, moet die met een soort molentje bewogen worden. Natuurlijk. Ja, met zo'n draaidingetje. Ja. Er zijn ook presentatoren die hebben dan op de grond, volgens mij staat bij regionale zenders, hebben ze zo'n draaischijf en dan moeten ze dus zelf met hun voet onder de desk moeten ze draaien om de tekst oh ja? te Ja, dat heb ik ook wel eens gezien. Nou, oh, dat is bijna volkomen onbekend. Ja. Dat is waarschijnlijk om, om iemand weg te bezuinigen die dan aan dat ding zit te draaien. Nou, nou ja, ik, mijn idee is, iedereen die een normale intelligentie heeft en heeft leren praten en lopen, die moet in principe in staat zijn om die simpele boodschappen eh, eh, gewoon uit zijn hoofd dus uit te spreken. Nou ja, het bekende voorbeeld is van de wereld draai door. Hè? Ja, en straks, we... straks kom je met het autootje <laughs> voor en dan heb je een heel apparaat en dan heb je een autocue geïnstalleerd vanbij. Waarbij ik de boodschap van de autocure moet lezen. Maar de Wereld Draait Door is de, de autocure vaak eruit gestuurd. Omdat hij niet snel genoeg voor Matthijs van Nieuwkerk draaide. En dan was ah. hij heel boos. Ah, oh, nou, oké, okay, ja. Dat kan zijn. Maar ook bij mijn weten werd ook. En bij de, de Wereld Draait Door gewoon van de autocure gelezen. Ja, ja zeker. Lezen. Zeker. Op een gegeven moment, er is ook een uitzending. Waar is die, op een gegeven moment is hij kapot. En dan komt er inderdaad zo'n man met zo'n papiertje. En dan moet hij het van het papiertje lezen. <laughs> Dat is wel geesten. Ja. Ik zeg altijd wat ik wil. Oké. Okay. Ook bij de slimste mensen, ik maak het maar even duidelijk. Ja. Dat was toch ook de charme van het programma met mijn broer en zus... dat wij alle drie zeiden wat ja. wij wilden. Ja. En ons niet, niet, laten we zeggen, de wet, verbaal de wet, uh, te voorschrijven. Ja, ja. En wat is dan, want je hebt natuurlijk tijdens voor zo zo'n proces... je hebt ook tijd genoeg om met elkaar te praten over ja. zo'n maakproces. Is er dan wel ruimte om daar wat, wat innovatie in te krijgen? Om dit dus te ja, je kunt wel zeggen, zullen we dat of dat doen? Ja, zeker. Er is natuurlijk toch een relatief grote ruimte om... Of die regisseur dat allemaal zal gebruiken is vers 2. Maar er is ook veel ruimte ook om wat commentaar te hebben. Op, op hoe het met de reis gaat. En, en, en wat je dan ondertussen vindt van bepaalde Amerikaanse dingen. Ja. Dat is er zeker ook, omdat het idee was. dat het ook een soort roadmovie-achtig aspect zou hebben. Ja. En één minuut televisie, hoe, hoeveel werk is er om te maken? Tien minuten. Tien minuten, oké. Okay. Hmm. Nee, laat. De, in principe wordt er ongeveer tien maal zoveel materiaal gedraaid. als daadwerkelijk wordt gebruikt. Dat is niet uitzonderlijk. Dat was bij het programma met mijn broer en zus. was dat precies zo. Ja. Dus dat je de ene schijf is nog niet vol. of de volgende is alweer vol. dat is echt ongelooflijk werkelijk. Ja. Dat je heel vaak heb je op een middag. heb je zoveel gedraaid. dat het hele programma kan klaar is, zou je kunnen zeggen. Ja. Het natuurlijk... is vier keer een half uur, dus reken maar uit, het is twee uur. Dat is best lang. Ja. Om, om allemaal te draaien, inderdaad. En, uh... Ja, dus je moet zeker tien keer zo heel draaien. om dat, om dat te krijgen. Want ja. Ja. als jij het over het museum hebt. dan willen ze natuurlijk ook het museum even van de voorkant filmen. Zo ja, soort... je moet met een drone moeten gefilmd worden. Oh, die was er ja. ook nog bij? Ja, we hadden ook een drone. Ja, dus, en je moet natuurlijk altijd, als je een gebouw binnen gaat. moet je er ook weer uitkomen. En je moet er, nou, al deze. laten we zeggen, de franje. van het, van het proces. Zodat het Zodat het, laten we zeggen. Een, zodat je er een verhaal van kunt maken. Daar moet ik je zeggen dat ik zelf er wel voor zou zijn om... om je hebt films die, die, zijn, die zijn heel snel gemonteerd. En dan, dan moet je wel, in het begin moet je even wennen, maar tenslotte pik je het verhaal goed op. En dan zie je dat heel veel montage dingetjes, dat die eigenlijk niet, helemaal niet nodig zijn. Dat je, dat, dat je hoofd dat zelf al oplost, ja. die problemen. Ja. En soms zie je ook wat programma's, dan zie je dat er montagefoutjes zijn gemaakt. Bijvoorbeeld, ik zag van de week iemand op tv. En dan, euh, dan moesten ze een helm opzetten. Euh, omdat ze gingen motorrijden. En dan komt daarna een shot en is de helm weer af. Of dan zit <tibotraan> dan nog een doek over de motor heen. Dus dan zie je dit is niet in de goede ja, volgorde. Nee, motor. dat is niet goed gemonteerd. Of nou ja, misschien kon het niet goed gemonteerd worden. Omdat ik kan zijn dat dat er bij het moment is. De slordigheden zijn bedreven natuurlijk. Ja. De regisseur zal bijna altijd liever wat extra doen. Hè, om, zodat hij zeker weet als hij over twee maanden in dat hok zit en naar al die rommel moet kijken die er gemaakt is, dat hij voldoende heeft. Ja, ja. Want dat, ja, kun je kunt het niet nog een keer doen. Nee. En hebben ze ook wel eens gezegd: doe dit grapje of doe deze cynische opmerking nog eens opnieuw? <laughs> ja, zeker. Dat komt heel regelmatig Maar voor. kun je het dan op dezelfde manier doen? Ja, daar heb ik helemaal geen moeite mee. Okay. Je kan, als je wil, dan herhalen we de hele bespreking van Schiphol ook nog een keer. <laughs> Tot mijn genoegen. <laughs> ja, ja. Gebeurt dat bij de slimste ook wel eens? Ja, maar op een hele andere manier. Okay, ja. Bij de slimste is het zo dat ik altijd weet als ik als ik iets gezegd heb wat ze leuk vinden, maar wat, niet, wat ze niet kunnen gebruiken in een montage van die aflevering, zal die vraag altijd herhaald worden in een volgende uitzending. Oh, ja. En dan weet ik dus aha. Hè, ze willen het nog een keer horen. Ja. En daar doe ik dan graag mijn best ja. voor. En hoe, hoe ben je omgegaan met, met alle afdwalingen of zaten die er hier niet in? Ja, ik heb altijd afdwalingen. <laughs> <laughs> meestal kun je zien dat, dat, dat de regisseur dan zijn interesse verliest en iets anders gaat doen of in gesprek raakt maar met hij de cameraman. Hij zegt niet stop. Nee, ik geloof wel dat, dat meestal denkt de regisseur van lame lullen. Eh. En soms zegt hij, oh, dat is wel leuk. Dat kunnen we er ook wel in doen. Dat kan ook in principe gebeuren. Ja, ja ik, ben, ik zou het liefst, dat heb ik ook vaak genoeg gezegd, zou ik eens een, een volkomen ongericht scriptieloos, van je dat scenarioos programma maken. Waarbij we beginnen in Bangor Main. En dat we dan zo schuin door de Verenigde Staten rijden over B-wegen. Kijk, die, 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 die Federal Highways zijn overal hetzelfde met dezelfde nou ja, net als een. Dat is in Nederland en Europa in brede zin. He, je kunt, een Texago-station in Nederland is niet te onderscheiden van een Texago-station in Frankrijk of in Duitsland. Uh, hoewel je in Duitsland wel van die, van die, van die dingen had, waar dan in een restaurant en een tankstation ja. die zo ingewikkeld waren dat je dan verdwaalde op, je, op, het, op het terrein waar je iets wou gaan eten. Zodat je tenslotte een het, het terrein weer moest verlaten. Uh, ja, dus dat. Het, je hebt eigenlijk in zo'n. Je hebt allerlei verschillende belangen die je toch moet zien te harmoniseren. bij het maken van televisie. Maar houdt u vooral vast: televisie is teamwork. De presentatoren, nietwaar? Die er altijd zo vlot bij staan. En, en waar al dat gelul over is in de publiciteit. Of ze kindjes krijgen, ziek zijn, weer gaan scheiden, weet ik veel wat voor gekke dingen ze doen. Dat doet er echt allemaal niets toe. Nul. Je hoopt dat ze hun tekstjes behoorlijk kunnen uitspreken, maar ze vormen deel van een groter geheel. En ze worden wat qua betekenis schromelijk overschat. Wanneer gaan we dit eigenlijk allemaal zien? Ik neem aan oktober of zo, november, oh, Dan Dat gaan ze best wel snel aansluiten. Ja, dat zal, dat zal hard gewerkt moeten worden. Want dat worden. moet allemaal nu bekeken worden en in elkaar ja, gezet zeker. worden. Ja, zeker. Allemaal hard gewerkt. En moet je ook nog voice-overs gaan doen? Niet dat ik weet. Ja. En dit wordt uitgezonden bij Videoland. Ja, het is voor een streamingsdienst. Ja. Hè? Het is dus niet een, een normaal tv-programma. Uh, met een bepaald moment in de week. Dus, oh, dit is nu het programma. Nee, je kunt het streamen. Ja, maar ik denk wel dat dat... Want het is van RTL. Ze zij zijn dit begonnen. Ik denk ja, dat wel... Is Videoland van RTL? Ja, het valt onder. Zij hebben gezegd van dit wordt de toekomst. Dat streamen, net als Netflix. We ja, nog meer. Nou ja, wij hopen gewoon natuurlijk enorm dat het een succes wordt. Want als het een succes wordt, dan kun je in principe andere leuke, populair wetenschappelijke onderwerpen. die kun je ook langs deze ja. weg aanpakken. Ja. De dino's, zou je kunnen zeggen, volgen de triomf van de zoogdieren. Dus daar kun je ook een leuk programma over ja. maken. Insecten, ik zie het allemaal wel voor me. Heb je ook al promotjes opgenomen? Want ik denk dat er op RTL 4 wel promo's komen om dit aan te jagen. Ik heb geen idee. Als, als we ze opgenomen hebben, heb ik het weer vergeten. Oké. Okay. Maar ik denk toch wel als dit een beetje aanslaat. dan denkt de NPO toch van: dit willen wij ook hebben. Dit is toch een fantastisch programma. Het moet wel aanslaan, natuurlijk. Ik heb geen idee wat de eisen zijn. die in een dergelijk geval worden gesteld. Ja. Kijk, het is geen relatieprogramma. He? Nee. Ook geen woonprogramma. Het is geen woonprogramma. Ja. Het is geen kookprogramma. Het is geen uh, quiz. Dus ja, het, het valt eigenlijk al heel gauw buiten de regelmatige de dingen die mensen graag willen zien. Maar het He. moment is wel goed, denk ik. Ik denk, ik denk ook vaak kunnen we niet alles combineren. He. Dat je ook bij de slimste mens, dat je ook zo'n man met zo'n muts op, die daar links dan links van mij bijvoorbeeld een eitje staat te bakken. He. En dat je, je dan af en toe zegt, van, en uh, bak dat lekker weg. He. He. Of dat je ook nog een relatieprogramma erin stopt. He. Dat ze met elkaar een afspraak moeten maken, weet ik veel. Al die, al die suffe TV, niet waar dat is. Wie had dat nou toch ooit gedacht? Je moet voor de aardigheid eens lezen wat minister Kals na aanleiding van, ik geloof, de allereerste tv-uitzending over de tv zei. Hoe educatief het zou zijn, hoe interessant dat van alles uitgelegd zou worden. Jammer genoeg kan Kals niet terugkeren om te zien wat een zonderlinge kermis de tv eigenlijk geworden is. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat de tijdsgeest wel goed is. Ik was laatst in Eindhoven, daar komt zo'n enorme truck voorbij rijden... met allemaal van die dino's erop. Dus iedereen, het lijkt wel ja, iedereen met dino's bezig de is. de populaire aanwezigheid van dino's die is echt opmerkelijk. Want we hebben natuurlijk heel veel aandacht besteed aan Jurassic Park. En, en, en ja, Gijs is bijvoorbeeld een groot liefhebber van Jurassic Park. Daar ziet hij de beperkingen wel van in... Maar Jurassic Park is natuurlijk... Laat ik eerlijk zijn. Ik heb die film al lang, lang geleden gezien. Ja, er zijn nu geloof ik in totaal zes Jurassic Park films. Waarvan ik de tweede al niet te verteer vond van, van Hollywood clichés, zal ik nou maar zeggen. Maar de eerste, daar zit een moment in waarop je een hele grote groep van betrekkelijk kleine dino's van een helling af ziet komen. En dat vond ik... Overweldigend en indrukwekkend. Ja, verrek. Dat zijn eigenlijk heel gewone beesten, natuurlijk, in allerlei opzichten. Die groepen voor maar dat, dat was voor mij wel een, een, een soort van openbaring, om het zo te zeggen. Kijk, die film zelf is, is, is idioot, laten we daar heel over eens zijn. Dat is een typisch Hollywood-scenario. Bovendien, een deel van die film is in hoge mate misleidend als het gaat om de dino's. Eh, en dat is vooral natuurlijk, ...dat is de fameuze scène zit daarin. Waarbij twee Velociraptors achter twee kinderen aanzitten in de keuken. Die Velociraptors zijn veel te groot. Die hebben geen veren. Echte Velociraptors waren laten we zeggen, van de afmetingen van een vos en waren zwaar bevederd. Het waren wel rovers, kleine rovers, dat wel. Maar deze. En de bovendien die, die, die twee Velociraptors die achter die kinderen aan zitten, die vertonen strategisch denken op het hoogste niveau. Terwijl die Velociraptors op zijn best het verstand van een kip hadden. De kans dat je door je eigen kip aangevallen wordt. met een strategisch plan. dat is niet zo verschrikkelijk groot. Natuurlijk, die kans is niet zo groot. Dus ja, mijn bezwaar tegen de, de, de dino. natuurlijk in, in, laten we zeggen, de popular culture. is dat de, de dino in popular culture. zich eigenlijk volledig los heeft gemaakt van datgene wat we nu weten over de dino's. Je zou kunnen zeggen dat. De, de populaire cultuur, en in het bijzonder natuurlijk Hollywood, wat daarin een dominante en sturende rol vervult, dat hij eigenlijk een heel nieuw soort dino ontworpen heeft, namelijk de popular dino. Ja. He, de, de, de grote gevaarlijke dino. De brullende dino. Of ze brulden, dat weten we helemaal niet, naar alle waarschijnlijkheid niet. Ja, als je denkt dat de vogels van zijn afstammen, heb je ooit een vogel horen brullen? Dat is niet zo verschrikkelijk waarschijnlijk. Dus dat zijn dingen die wij eigenlijk helemaal niet weten. Maar in, 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 onze, in de populaire cultuur moet, moet iets wat gevaarlijk is, moet brullen. Leeuwen brullen, tijgers brullen en, nou, enzovoort. Mensen brullen soms ook natuurlijk. Eh, als ze gevaarlijk willen doen. Uh, ja, dus dat die dino's komen, dat. Ja. Kijk, ik denk, hoeveel, hoeveel types van dino's ken jij? Hoeveel drie, hoeveel types zou je op kunnen noemen? ja, door dat verhaal van jullie heb ik dan nu, denk ik, nog wel tientallen gehoord. Al tientallen, ja. Dus dat zijn er toch al boeiende dino's. Ja, maar in de praktijk zijn er eigenlijk maar drie dino's die, die, die meetellen. Dat is natuurlijk in allereerste plaats de T-Rex. Het grootste monster dat ooit heeft geleefd op deze planeet. De heerser van het krijt. Het. het nou, dan hoor je zo'n brul ertussendoor. Dit is ook allemaal, ja. Het, het, het gekke is, als, als de populaire cultuur zich ergens meester van maakt. dan is meestal ook een soort, soort misleiding, uh, uh, vulgarisatie, dat, dat is, schijnt onvermijdelijk te zijn. We hadden het al over de muziek. En met de dino's ook. De, ook de dino's worden gevangen in een, in een systeem. waarin alles overdreven wordt en. en ...waarmee je meteen dat gedoe krijgt... ...het verschrikkelijkste monster wat ooit bestaan heeft en zo... ...dat je denkt, kom op, allemaal slappe lulkoek. En, en, en ook, wat je heel sterk hebt in de populaire cultuur... ...is natuurlijk dat, dat, dat antropomorfe denken over dieren. Je hebt gemeene dieren, je hebt lieve dieren... ...je hebt helemaal geen gemeene dieren... ...je hebt dieren die een specifieke functie hebben om in leven te blijven. En dat is niet omdat ze gemeen zijn, tijgers... Vangen niet een netje en vreten het niet op. Maar, gemeene beesten. Ja. Nee, ze zijn geen gemeene beesten. Daar is die tijger voor. Dat, zo is die evolutionair tot stand gekomen. Ja, dus dat, dat vind ik ook een enorm probleem. Dat, dat antropomorfen denken. Ja. Ik ben nog wel benieuwd hoe jullie in de serie de, de dino's ook tot leven gaan wekken. Wat je bij Apple natuurlijk fantastisch ziet in die serie. Die ja, dat gemaakt. moet iedereen bekijken. Ja. Apple TV Plus. Ik heb het al uitgelegd voor 4,99 krijgt, ik geloof dat het vier minuten is, dat is het beste wat ik ooit gezien heb op ja. dit terrein. Dus bovendien zonder, zonder die, 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 die populaire poppenkast in allerlei opzichten. Ik moet wel zeggen dat ook die twee velociraptors in, in, die Apple, in dat Apple-programma ook heel reming kijken, je denkt van, Maar vergelijk ze met Vos. Het waren waarschijnlijk relatief intelligente rovers. Die, die velociraptors, ze hadden ook een relatief groot brein. Zal ik maar zeggen dat, nou, daar had ik het bijvoorbeeld met die, met die man over in, in Athens, Ohio, dat het, 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 het fantastische fenomeen van het vogelbrein. Hij had daar een paar van die, van die hè, je kunt heel makkelijk kun zo'n scheteltje vullen, en dan kun je zien hoe groot het brein is. Nou, het, het brein van een, van een kraai, dat is ongeveer van deze afmetingen, hè, een, een noot ongeveer zo groot. En die kraaien zijn, met name sommige kraaien, zijn echt verbazingwekkend intelligent. Dus die doen aan instrumentgebruik. Die maken zelfs instrumenten om daarmee een tweede instrument mogelijk te maken. Dus die hebben een dus soort twee traps. Wij kennen het bekende voorbeeld van die, van die kraaien die, dus noten die ze zelf niet open kunnen krijgen, laten ze vallen op de straat, zodat auto's er overheen rijden. En dan, kunnen ze, dan zijn ze vanzelf zijn ze gekraakt en dan zijn ze open. Nou, dat zijn fantastische verhalen. Dus het probleem is, hoe, hoe is het mogelijk dat je uit, uit laten we zeggen, een, een, een brein wat zo groot is als een noot, hoe, hoe heet die dingen? Uh, hier, de walnoot. De walnoot, zo groot als een walnoot, maar niet Dat komt omdat dat brein heel anders in elkaar zit. En dan zijn we eigenlijk in toenemende mate, ook door moderne technologie, zijn daar achter gekomen. Dat, dat, dat vogelbrein dat, dat is, laten we zeggen, compacter, maar ook, ook wat, er, wat erin zit is intensiever en, en uh, intensiever geconstrueerd. En ook het hele vogelbrein wordt efficiënter gebruikt dan het ons. We hebben ook de hersen, kleine hersen, hersenstam uh, en, en natuurlijk werken die samen. Bij, bij vogels is dat een veel intensiever type van samenwerking. Dus je ziet eigenlijk bij vogels dat dus... Een minimaal brein, hè, dat, dat, dat dat fantastische mogelijkheden biedt. Zeker als je het vergelijkt met. Wij hebben natuurlijk een gigantisch brein. Eigenlijk is ons brein veel te groot om ons lichaam te sturen, gek genoeg. Zoogdieren van een vergelijkbaar gewicht als van de mens, die, die, doen, die functioneren prima met een derde van de herseninhoud van de mens. Dus wij, hebben, wij zijn een soort outlier op dat gebied. En. Ja, een van de interessantste vragen is: waarom heeft zich dat bij ons zo extreem sterk ontwikkeld? En die meneer in Athens, Ohio, was eigenlijk een, een vergelijkende anatoom. En die had er allerlei enorm leuke ideeën over. Maar dat is dan. Uh, en dan heb je een hartstikke leuk gesprek. Dat je. Oe, ik ga, okay, vooral dat vogelbrein, dat fascineert mij in hoge mate. Dat je dus allerlei verschillende mogelijkheden hebt om een goed functionerend brein te ontwerpen. En dat je zelfs in deze hè, minimale vorm je, een fantastisch brein kunt hebben. Ik geloof die kraaien van de Salomonseilanden, dat is echt verbijsterend wat die beesten kunnen. Eh? Of denk aan papegaaien. Eh, nou ja, er zijn meerdere voorbeelden van. Allemaal erfgenamen, van, of erfgenamen allemaal dino's in principe. Ja. Eh? Maar in dat kleine schedeltje kan dus heel wat gepakt ja, worden. Ja, dat is heel Denk spannend. aan de verbazingwekkende intelligentie van inktvissen. Daar kennen we tegenwoordig ook tal van voorbeelden van. Waar dat het ook allemaal weer anders in elkaar zit. Dus je, je ziet hoe de evolutie eigenlijk op allerlei terreinen meerdere malen tot een oplossing komt van het probleem. Maar vaak op een iets andere manier. Het, het, het oog, dus een lichtgevoelig instrument. Dat is op meerdere malen is dat tot stand gekomen. Maar het zit, een oog van een vlieg zit anders in elkaar dan onze ogen in elkaar zitten. En ik weet niet precies hoe het met de ogen van zeedieren zit. Bijvoorbeeld van, van inktvissen. Nou ja, allemaal dingen waar je fantastische programma's over zou kunnen maken. En dan raak je hartstikke leuk in gesprek. En ja, een stukje over. En daarna. Dat vind ik dan wel ontzettend jammer, ja. ja. Hey, heb je nog, want je had nog een papiertje bij, heb je nog andere dingen uit de reis opgeschreven, die je nog wil noemen? Ja, die was ik bang om te vergeten. Nou, eigenlijk natuurlijk alles wat ik geleerd heb. Eh, wat, eh, ja, je bent natuurlijk, je gaat op pad voor die dino's, maar de primaire vraag is natuurlijk, waarom worden daar zoveel dino's gevonden? En, en eh, hoe zit dat eigenlijk precies, waarom is die t-rex daar meerdere malen gevonden? Al blijft dat een vrij zeldzame aangelegenheid. Mensen moeten zich ook realiseren dat de meeste van die skeletten in die musea, ja, die beesten worden nooit compleet gevonden. En dan zal een enkele maal dat een groot skelet min of meer compleet wordt gevonden. Maar ja, meestal ben je al lang blij als het, als het eh, laten we zeggen 40% is. Dan, dat is al heel wat. En dan kun je in principe samen het skelet als het ware afbouwen, omdat je wel zo'n beetje begrijpt hoe het in elkaar gezeten heeft. Ook omdat natuurlijk verschillende skeletten, verschillende onderdelen. Uh, hebben achtergelaten. Hè? Dat je wel van het ene vind je de beentjes en van de andere vind je het hoofd, bij wijze van spreken. Dat, dat, kan, dat kan ook een rol spelen. Want ik begreep dat je eigenlijk. er zijn reconstructies gemaakt op basis van één enkel scheenbeen, zal ik maar zeggen. Omdat je natuurlijk bij vergelijkende anatomie wel weet dat als je zo'n scheenbeen hebt, dan moet de rest moet ook daarmee in overeenstemming zijn geweest. En op die manier kun je dan. Laten we zeggen, een reconstructie maken. Ik meen dat je al met 10% resten van eh, skeletresten. dat je al van een specimen kunt spreken. Nou ja, moet je voorstellen dat je, dat je 10% van de resten van deze auto vindt. dat je dan al kunt zeggen. Ah, een Audi A3. He? Dat is het toch? Ja. Een Audi A3. We zien het meteen. He, met dat schokbrekertje voor ons. <laughs> Of zoiets in die, zo, moet je, zo moet je je gewoon weer voorstellen. Maar goed, waarom daar? En dat is eigenlijk omdat, eh, zeg zo'n 150 miljoen jaar geleden, laten we daar even van uitgaan, Het, hè, die, die grote dinosaurussen zijn allemaal verdwenen. Niet waar door die inslag van een astroïde, of in ieder geval een, een omvangrijk hemellichaam daarbij eh, daar Mexico. Dat is 66 miljoen jaar geleden. Maar goed, zo'n 150 miljoen jaar geleden. Was het huidige Noord-Amerika? Dat was niet één geheel. Dat was een westelijk sterk gebergte achterstuk, een vrij smal stuk. Dan had je een enorme binnenzee. En dan had je aan de rechterkant had je zeg maar wat nu de rechterkant van de Verenigde Staten is met de Appalachen. Dat was eigenlijk een stuk wat van Europa als het ware weggedreven was. Die Appalachen zijn precies dezelfde bergen als die je ook in Schotland kunt zien. Alleen zijn ze ondertussen 150 miljoen in 150 miljoen jaar naar de andere kant van de Atlantische Oceaan gedreven. En je weet dat is de, de, de platen tectoniek. Dus de vorm van de continenten verandert permanent. We hebben overigens ook nog het Creationistische Museum bezocht. Dat zijn mensen die geloven dat ons Livier alles heeft gemaakt 6000 jaar geleden. En dat er nog geen, geen sprake is van evolutie, heeft ook de dinosauriërs gemaakt en ja. Op zichzelf wel in. <laughs> dat, ja, dat had ook wel iets komisch, maar. Uh, dit, dit, dat, ook dat museum, een vrij fors museum. dat is echt misleiding op een, op een verbijsterende schaal. anders kun je het niet noemen. En, en nou ja, we kregen daar ook een soort van uitleg. waar ook allemaal geen hout van klopte en zo. Uh, maar ja, dat, uh, je hebt mensen die dus. De, Menen dat het Oude Testament Gods eigen woord is. Dus zo moet het geweest zijn. En dan kom je daar uit. En dat hoor je dan ook in dat museum? Dat krijg je daar in het museum uitgebreid te horen, ja. ja. Allemaal die kleine knullige dioramaatjes en zo. Ja, het is heel triest. Er steekt een, 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 het hoofd van een t-rex steekt door de muur van dat museum. Dus als je aankomt rijden, zie je dat hoofd van die t-rex die een beetje panisch kijkt. Dus mijn interpretatie was toch dat die dat de T-Rex zo geschrokken was van die lulkoek in dat museum... dat hij probeerde om te ontsnappen. Maar later, later kwam ik erachter... dat dit, dit specifieke hoofd kun je ook eh, commercieel bestellen. Want in die dino-vinderij, in die, die, die dino-ontdekkerij... Dino daar zit ook een belangrijk commercieel element in. Je hebt allerlei mensen die op commerciële basis zoeken naar dino-resten... Als ze iets lolles vinden, dat ook uh, kunnen verkopen. Uh, maar goed, dus die binnenzee. Die binnenzee die is tenslotte verdwenen. Uh, maar, en die, daar kwamen natuurlijk allerlei rivieren op uit. En daardoor is daar een heel zacht soort van sediment ontstaan. He, in die zee en uit die rivieren. Kleiachtig sediment. Dat sediment dat is heel gevoelig voor erosie. En die combinatie die heeft die badlands gecreëerd. Want als je een kaartje ziet van hoe, hoe die zee ooit daar, die, die Midden-Amerikaanse zee, daar ooit lag, dan zul je zien dat dat ook keurig correspondeert met die gebieden waar nu die Bedlands zijn. Het is dus zacht sediment, makkelijk eroderend sediment. En daardoor is het daar ook relatief makkelijk om die restanten te ontdekken. He, we, meestal, iedereen wil een T-Rex hebben, maar het wemelt van tal van andere. Eh, skeletresten van alle mogelijke soorten van dieren en planten. Eh, dus ook dat is wel een beetje een probleem. met dat dino-gedoe, is dat het altijd over die godvergeten T-rex gaat. Waar je wel eens. wat eigenlijk nogal een klunzig beest was. Dat hoofd was te groot. En, eh, je hebt altijd echt het gevoel. dat af en toe doet de evolutie weer gekke dingetjes. En, en dat, je, dat had ik bij die T-rex toch ook sterk. Eh. Geen mij nou maar die Velociraptor, een eh, soort van. Een soort van kip. Vermomd als vos. Of van vos vermomd als kip. Ik weet niet precies hoe je, het moet, eh, hoe je het moet noemen. Die was mij al een stuk sympathieker. Hij had, had hele kleine dino's. Prachtige, ranke skeletten. Bijvoorbeeld de, de, de Bambiraptor. Geweldig beestje. Niet groter dan een forse kip. We hebben ook een soort van kippenvorm bezocht. Eh, om eens te zien hoe, hoe zo'n zo uit de kluiten gewassen echte kip. Dus niet zo'n diep en diep, triest kaal gepikt beest uit zo'n legbatterij. Hè, of uit zo'n kippenfarm. Maar echt een fijne. Grote, schitterende kippen, die heb je namelijk ook. Die kippen is ze zelf in allerlei opzichten een wonderlijk wezen. Uh, ja, dat we ook daar natuurlijk weer die beesten zo lamentabel slecht behandelen. Ja, Tessel ken ik een. Boerderij, waar ze ook zo'n groep van echte kippen hebben, die dus gewoon rond kunnen lopen en, en alle rommel van de grond kunnen pikken, maar niet in een legbatterij of zo. En dan denk je: van zo, die kippen, dat is. Uh, die kijken je ook heel anders aan. Hè? Niet zo van, ja, wij stammen ook af van een dino. Nou. Ja, dus dat, dat heb ik. Het, ook het hele, het, dat de hele omgeving eigenlijk het, verantwoordelijk is voor het unieke karakter van dat gebied. En van de dino's die daardoor zo makkelijk vindbaar zijn daar. Ik zou ook wel eens in dat Mongolië willen kijken. Hè, daar worden tegenwoordig ook enorme hoeveelheden. Alle unieke nieuwe vondsten gedaan. Daar moet ook een of andere geologische reden voor zijn dat dat daar, zich daar opgehoopt heeft, als het ware. Ken je die? Wat de reden daarvan is? Nee, dat weet ik niet. Daar moet ik me nog in verdiepen. Oké. Okay. Nou, misschien is het seizoen 2? Ja. Nou, en wat we natuurlijk geleerd hebben, is dat die dinosauriërs. heel andere dieren waren, natuurlijk. dan, dan wij vroeger dachten. Dat met name die bevedering. dat die eigenlijk. Eh, al, al lang en lange breed begonnen is. voordat de natuur iets van, van in de vogelsector is gaan doen. De evolutie. Ja, de evolutie is natuurlijk niet iets wat planmatig verloopt of dus zo. Maar ze hebben, ze hebben veren gekregen lang voordat er sprake was van het idee dat je met die veren eventueel zou kunnen vliegen. He, het is ook op zichzelf interessant dat de evolutie tot bepaalde oplossingen komt. Waarschijnlijk in dit geval uh, isolering, he, veren isoleren, geweldig. Uh, plus eventueel uh, mooie kleuren, dat, he, voor, het, voor het paringsritueel. Ja, maar die blijken dan tenslotte ook heel erg anders, heel productief voor gebruikt te kunnen worden. In dit geval vliegen. Ja, dat is wel fijn als je vliegen kunt natuurlijk. Vooral met de vogels zijn die kunnen lopen en zwemmen en vliegen. Ja, daarbij vergeleken zijn wij natuurlijk omzaggelijke prutsers. Laten nou, we wel wezen. Ja, wij kunnen vliegen, maar nee, wij kunnen natuurlijk niet vliegen zonder technische hulpmiddelen. En dat zwemmen van ons, dat is ook. Als je die zwemwedstrijden op televisie ziet, dan zie je ook. Laten we daar nou dat is van, van een klunzigheid. Dat gesplas en dan... Ja. Als, je, als je een groep dolfijnen ziet zwemmen, dan denk je, ja, kijk, dat is zwemmen. Hè. Dat kost wel uh, enkele tientallen miljoen, miljoenen jaren evolutie, maar dat is zwemmen. En dat kunnen wij niet. Ja, ze zouden. Zou uh, het moet te meten zijn hoe snel een. een, een uh, een dolfijn zwemt. Ik denk, wel, ik denk dat je dat wel vindt. Dat in een 100 meter bad. Ja. He, dat hij ook vanaf dat ding naar beneden duikt en dan naar de overkant moet zwemmen. Ja. Ik denk dat die zo werkt. Ze zijn hartstikke slim. Ja. En maar sneeuw. ik weet niet of ze het in, in fijn vinden om in, in gegloreerd water te zwemmen waarschijnlijk. Er was er niet. eentje hier in uh, bij de kust gevonden, hè? Maar was een mevrouw was achter op de rug van een dolfijn ja, uh, gekomen. Ja. Een spits naar het dolfijn. Die horen ja. eigenlijk helemaal niet in de Noordzee. Dat is een probleem wat wel vaker voorkomt bij walvissen en dolfijnen. Dat ze dus bij, in, bij het begin van de Noordzee de verkeerde afslag nemen. Dus dat ze te vroeg naar het zuiden afbuigen in plaats van door te zwemmen naar de Atlantische Oceaan. Een potvis ook in de Noordzee, die is eigenlijk ten dode opgeschreven, begrijp ik. Je ja. geleerd dus? Dingen die je nog niet hebt. Ja, heeft. ik heb van alles geleerd. Dan had ik er ook wel een dik boek bijgelezen, dat moet ik zeggen. Maar allerlei dingen die ik nu niet heb uitgelegd. Ik kan, dan moeten mensen maar naar de Dino podcast luisteren, natuurlijk dan. Kunnen ze ook uh, van leren hoe het mogelijk was dat die beesten zo groot waren en zo. Die hele skeletconstructie bij, uh, bij dino's was heel anders dan bij, uh, bij zoogdieren. Aha, Aha. Ja, ze willen het nog een keer op. Dat is een serieus probleem en ik hoop dat de minister-president dat echt wel serieus neemt. Ga lekker naar huis koken, veel beter. Twee weken geleden is de LPF op de fles gegaan, althans hier. Verder is het al wel iets langer geleden. Het populisme door de ogen van Maarten van Rossum. En natuurlijk het, het echec van de LPF creëerde eigenlijk opnieuw ruimte ter rechterzijde van het Nederlandse politieke spectrum. En de vraag was toen eigenlijk wie gaat die ruimte opvullen. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. Dan krijgen we wel degelijk een voedselprobleem.